Goedemorgen, het is maandag. Nieuwe week, nieuwe vlog. Welkom. Ik sta op het punt om naar mijn werk te gaan. En dan, zie ik jullie vanmiddag. Goedemiddag, ik ben weer thuis. Zo, dat was een onverwachte, drukke middagje. Ik had een foutje gemaakt met iets inplannen en dat moest ik veranderen. Nou ja, dat nam even tijd in beslag, maar goed. Nu nog maar één dag en dan heb ik vakantie. En wat zijn mijn plannen voor vanavond? Eigenlijk vooral editen. Ik heb natuurlijk sowieso de weekendvlog te editen voor woensdag. Ik heb 2 extra video's opgenomen het weekend. Die ga ik editen. En ik ga met een nieuw kanaal aan de slag. En dat is niet zozeer een kanaal van mij. Maar ik ga hem wel beheren. De Vereniging van Gehandicapte Wintersporters is de vereniging waar ik mee op reis ga vrijdag. Er komt ook nog een extra video met een hele uitleg over de vereniging en mijn ervaringen met de vereniging. Die gaan jullie nog zien. Volgens mij gaan jullie die zondag zien, als ik het goed heb. Nee, zondag komt deze. Nou, ik weet het even niet. Ga ik nog even laten weten. Die video komt nog online. En daarin ga ik gewoon vertellen hoe of wat. Maar de vereniging gaat ook vloggen. Yay! En ik ga voor de vereniging vloggen. We gaan een YouTube kanaal aanmaken. Ik zal een linkje hieronder in de beschrijving zetten. Abonneer je daarop. Zou ik heel erg leuk vinden. Ook daar kan je wintersportavonturen zien. En ook hoe mooi onze vereniging is. De vrijwilligers die we hebben. Wat er allemaal gedaan wordt om mensen met een beperking of een handicap, het is maar net hoe je het noemen wil, te kunnen laten wintersporten. Dat is echt, vind ik zo mooi dat dat bestaat. En dat draag ik graag uit. Dus dat ga ik door middel van vlogs en video's ga ik dat op dat kanaal doen. Dus daar heb ik helemaal zin in. Nu ga ik vast even een bakje zetten en eventjes nog wat social media en dat soort dingen bekijken van de hele dag. En dan ga ik daarna editen. En ik zie jullie vast straks nog wel eventjes. Nou, het is alweer heel wat uurtjes verder. Ik heb zojuist de extra video met Cas geëdit. Echt geweldig. Volgens mij is die echt superleuk geworden. Ik heb ervan genoten. Met opnemen heb ik ervan genoten. Maar ik heb er ook met editen weer enorm van genoten. En dan moet ik even nadenken. Want die hebben jullie afgelopen vrijdag al gezien. Deze vlog zien jullie natuurlijk pas woensdag. In plaats van afgelopen zondag. Want afgelopen zondag hebben jullie de aankondiging gezien. Hoe ik het nu ga doen met terwijl ik op vakantie ben. Want als jullie het zien, ben ik heerlijk in de sneeuw aan het spelen, jongens. En ik heb net even een foto geüpload op Facebook. Die zal ik jullie even laten zien. Want kijk nou, jongens. Ik weet niet of je het goed kan zien. Denk het wel. Even zo doen, want dan kan ik zien wat ik film. Ja, kijk nou. Zoveel sneeuw. Volgens mij heb ik in al die jaren dat ik nu op wintersportvakantie ga met de vereniging nog nooit zoveel sneeuw gehad. Echt bizar. Maar ja, ik hoop wel dat we er met rijden en met de reis niet al te veel last van hebben. Want we gaan natuurlijk met de bus en dan vertrekken we vrijdagavond vanuit Leusden. En dan hoop ik wel dat we een beetje. Nou, ik heb dus een foto geplaatst, dus dan krijg ik reacties. Ik hoop wel dat we een beetje de goed daar komen, laat ik het zo zeggen, zonder al te veel vertragingen. Die busreis duurt toch al 12 tot 14 uur zo alles bij elkaar. En dan is dat gewoon de tijd die ervoor staat. Maar als we nou door de sneeuw erge vertraging gaan oplopen, ga je toch zo'n 16 uur in de bus zitten al gauw. Nou, dat zou ik echt niet willen. Maar goed, je hebt het ook weer niet voor te zeggen, dus we gaan het gewoon zien. Voor vandaag ga ik de vlog afsluiten. Want het is inmiddels al 9:50, dus ik ga even de vlog inplannen en dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen. Ik wou zeggen, ik zet jullie even neer. Misschien kan ik jullie even hier opzetten.
Nou, dan zie je ook net niks. Maar je hoort me wel in ieder geval. Ik ga even mijn medicijnen innemen. En dat is eigenlijk het enige wat ik hoef te doen vanochtend. Tenminste, ik heb wel gedoucht en aangekleed en zo. Maar ontbijten hoef ik niet, want dat doen we op mijn werk. We hebben straks werkoverleg, zoals iedere dinsdagochtend. En omdat het de eerste van het jaar is, gaan we met z'n allen ontbijten. Dus dat is gezellig. Het is op de locatie hier dicht in de buurt. Even wachten, even innemen. Zo. Het is op de locatie dicht in de buurt, dus nou, ik ben ruim op tijd. 8:30 moet ik er zijn. Het is een kwartiertje, het is nu 7:50. Dus ik ga even mijn sieraden omdoen. Oh, ik heb toch iedere ochtend, jullie zullen het wel vaker zien. Als ik geslapen heb, zo'n last van jeuk hier. Daar word ik helemaal gek van. Mochten jullie er iets voor weten, hou ik me aanbevolen. Ik heb het echt alleen maar hier. Helemaal lijp van. Maar goed, nou, ik ga dat allemaal even doen. En dan ga ik op naar mijn werk voor de laatste werkdag. En dan zie ik jullie waarschijnlijk vanmiddag weer. Zo, goedenavond. Het is vakantie, yay! Laatste werkdagje gehad en net even bij mijn ouders geweest om te eten. We hebben lekker rode kool met haché gegeten, heerlijk. En nu heb ik vakantie. Echt, ja, geweldig. Heel veel zin in. Als het goed is gaat het, want we gaan naar Oostenrijk. Dat had ik vast al wel verteld, maar dat weet ik niet meer zeker. En afgelopen dagen is het daar heftig geweest met heel veel sneeuwval en dergelijke. Maar volgens mij is het nu wel wat rustiger, dus de kans dat we kunnen gaan is vrij groot. Dus daar ben ik wel blij om. Ik krijg wel gelijk weer allerlei berichten binnen. Ik zet net even mijn laptop aan. avondje opruimen denk ik dat ik ga doen. Vast al alvast wat dingen klaarleggen voor de vakantie. Morgenochtend krijg ik visite. Ja, en dan ga ik gewoon me langzaam lekker voorbereiden op de vakantie. Ik heb er echt onwijs zin in. Echt, ja, heerlijk. Nu eerst lekker even een bakkie zetten. Oh, even mijn telefoon uitzetten. Zo, ik heb mijn skikleding, voor zover ik dat moest wassen, zit in de was. Dus dat ga ik straks in de droger doen. Mijn koffer eventjes opnieuw ingericht voor wat er aan skispullen in zit. En nu ben ik Moltalk aan het kijken. Ik heb ook de podcast van Wie is de Mol al geluisterd. Ik ben sowieso heel erg van de podcast. Vind ik echt leuk om te luisteren. Ik heb nu ook een podcast ontdekt van Heel Holland Bakt. Yes! Ook heerlijk. En ja, ik vind dat gewoon lekker dat bomen over een programma en in dit geval bomen over wie is de mol en welke theorieën zijn er allemaal en wat, wie heeft wat gedaan. En ik hou er wel van hoor, ik vind dat echt geweldig. Ondertussen ja, hoor ik iedere keer berichten van oh ja, weer Oostenrijk sneeuw, gedoe. Daar word ik een beetje zenuwachtig van zo langzamerhand, maar goed. Nogmaals, ik ga ervan uit dat het gewoon goed komt. Dat we gewoon lekker kunnen gaan. Ik heb woensdagmorgen gaan de eerste, waaronder volgens mij de reisleider ook, die kant op. Dus ik ga ervan uit dat we, ja, dat we dan wel wat horen. En dat als het niet verantwoord is, dat ze het wel zullen zeggen. Maar als ze het gewoon door laten gaan, dat we er ook gewoon echt wel van uit kunnen gaan dat het echt verantwoord is. En dan dat we er ook gewoon echt van kunnen gaan genieten. Dus dat denk ik wel. Nou, was niet veel vlogs vandaag. Maar goed, dat heb je soms wel eens. En zeker op werkdagen, dat hebben jullie al vaker gehoord. Dan is dat gewoon zo. Ik heb geen adventkalenders meer, dus daar kunnen we het niet mee opvullen. Ik bedank jullie voor het kijken voor vandaag. En ik zie jullie morgen weer. Doeg! Een hele goede morgen op deze woensdag. Mijn ochtend was niet zo heel erg lekker. Ik heb ook mijn visite moeten afbellen helaas. Ik had heel erg last van mijn buik. Nou ja, hè? Inmiddels gaat het wel wat beter gelukkig. Dus ik hoop dat het nu zo blijft. Want dan
ja, heb ik er geen last van met de vakantie. Want ik had even zoiets van, oh nee, niet nu. Maar goed. Vandaag is het markt hier in de, vlakbij. In het dorp, zoals we dat noemen. Dus daar ga ik denk ik eventjes naartoe. Ik wil nog wat kleine dingetjes voor de vakantie kopen. Ik heb niet heel veel nodig, maar even wat te snacken voor onderweg. En water en sapjes, weet je, die bakjes. En nou, broodjes en zo neem ik ook mee voor onderweg. Want stel dat we er niet uit kunnen, om wat voor reden dan ook, vind ik dat wel fijn om bij me te hebben. Maar dat haal ik natuurlijk pas vrijdag op, want ja, dat wil ik zo vers mogelijk meenemen. En voor de rest ja, wil ik vandaag nog een extra video opnemen. Ik denk vandaag dat ik dat ga doen. En ook een introductievideo voor het kanaal van de skivereniging denk ik dat ik nog ga opnemen. Maar goed, daar heb ik morgen ook nog de tijd voor. Dus ik kijk wel hoe ver ik kom. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om dat ook te gaan doen. En ja, voor de rest heb ik mijn koffer een beetje uitgezocht gisteren. Heb ik gewassen wat er gewassen moest worden, dus dat is weer lekker schoon. Dus langzamerhand ja, ben ik er klaar voor aan het worden om op vakantie te gaan. Ja, ik ga het nog heel vaak zeggen dat ik er heel veel zin in heb. Waarschijnlijk, sorry. Maar ik heb er gewoon heel veel zin in. Nu nog maar eerst eventjes een bakje koffie. 11 uur, mooie tijd. Zo, ik ben weer thuis. En zie je dat daarachter? Het lijkt zo zonnig buiten. Nou, niet dus. Het is echt koud. Maar ik zal even laten zien wat ik gekocht heb. Allereerst scheursponsjes. Want ik had nieuwe nodig. Bij de Hoogvliet ben ik geweest. Keertje om te lunchen. Het zal niet heel gezond zijn, maar wel makkelijk. En misschien ook lekker, ik weet het niet. Lekker voor vanavond snack. Worteltjes. En een... Kijken waar die is. Een komkommer. Niet allemaal voor vanavond, maar voor weet ik veel. En dit leek me wel lekker om het een beetje in te dippen. Of zoiets. Philadelphia Greek style. Het zal wel een beetje, hoe heet dat spul? Tzatziki-achtig zijn of zo? Nou, zag er lekker uit in ieder geval. Filet américain voor eventueel op brood of maiscrackers of iets dergelijks. Toen ben ik naar de Action gegaan, heb ik weggooiwashandjes meegenomen voor op vakantie. Een douchepuff. Die koop ik altijd daar, want die laat ik gewoon. Die gooi ik daar weg, zeg maar. Shampoo, maar ik koop dan de 2-in-1 shampoo. Dan hoef ik niet en een fles shampoo en een fles conditioner mee te nemen. En 3 van deze. Dit is afwasmiddel. Mijn afwasmiddel was op. Daarom staat mijn afwas hier ook nog. sinaasappel en jasmijn. Die koop ik ook bij de Action. Zijn 97 cent geloof ik. En ja, het schijnt allemaal heel goed voor het milieu en eerlijk en zo te zijn wat al belangrijk is. Maar ik vind gewoon vooral door die jasmijn en citrus hou ik ook erg van heel erg lekker ruiken. En toen ging ik even naar de Ethos, gewoon eigenlijk even om gewoon te kijken. En daar kwam ik deze tegen, de Marsha Planner. En daar heb ik al vaker over nagedacht om die te gaan gebruiken voor mijn YouTube kanaal. Hè, om dingen te plannen en te doen. En ja, maar ik vond hem altijd zo duur. 25 euro vind ik best wel een hoop geld voor een agenda. Het is natuurlijk wel iets meer dan een agenda, maar hij zal het ongetwijfeld waard zijn hoor. Maar ik vind dat gewoon een hoop geld. Maar kijk, hij was nu nog maar een tientje. En ja, dat vind ik een hele leuke prijs voor zoiets. Dus die heb ik ook meegenomen. Ik wil eventjes de planner laten zien. Hij is wel echt heel leuk hoor. Er zitten leuke kaartjes bij. Die kan je of sturen of gebruiken voor in je planner.
deze, die vind ik ook wel leuk. En hij is ook wel echt leuk in de kleurtjes, vind ik. Beetje pastel, doet me een beetje Pasen denken. Nog een los notitieboekje. Ik denk dat ik die meeneem op vakantie. Om dingen in te zetten, zodat ik die later weer in de planner kan zetten. Want hij is best wel groot om mee te nemen. En dit schittert vooral heel veel, maar dit zijn, zie je, stickertjes met hartjes en rondjes en weet ik het allemaal. En daarna heb je ook nog stickertjes met letters. Nou, dan kan je je contactgegevens invullen. Jullie hebben hem misschien vast al wel eens gezien, maar dit is een beetje hoe zo'n weekplanner er dan uitziet. En achterin, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Doe ik het even zo. Ook weer stickertjes met de... maanden. Dit zijn stickertjes met... ja, kijk eens, zie je dat? Ja, bannertjes. Die vind ik ook wel heel erg leuk. To go. Die je erin kan plakken. Birthday. Die kan ik er binnenkort in plakken, jongens. De 7 februari ben ik jarig. To buy. To travel. En to do. Deze zullen ook voornamelijk veel gebruikt worden. En kijk nou deze stickertjes. Ik vind ze zo leuk. Vooral deze. Die ga ik op mijn verjaardagsdag plakken. Ik ben toch enig. Hier nog met cijfertjes allemaal. Heel erg leuk. En nog zo'n hele leuke pagina, maar dan in wat gelere kleuren. En dat was het. Echt waanzinnig leuke planner. Bedankt voor het kijken voor van... nou ja, niet bedankt voor het kijken, maar... voor vandaag. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Goedemorgen. Donderdag vandaag. En het is 8:30 denk ik of zo. Nee, 8:50 al. Maar het is nog zo donker voor mijn gevoel. Nou, wel een prachtige lucht. Ik weet niet of je het ziet, maar het is echt daar roze en blauw en zo. Het is wel echt heel gaaf. Ik drink even mijn koffie op. Daar staat hij. En dan ga ik naar mijn moeder, want we gaan even naar de macro. Ik heb om 9:00 bij mijn moeder afgesproken. Nou ja, hè, dan moet ik hier om 8:58 kan ik de lift pakken. Dan rij even naar de macro. Even kijken of ik nog een skipulli kan halen. Dan moet ik nog even naar de apotheek. En naar de Hoogvliet. Dat zijn de dingen die ik vandaag nog even moet doen. Ik ben gisteren nog even gebeld door een van de begeleiders. Die woont in Oostenrijk. En die belde even om te zeggen dat, dat we ons niet onwijs zorgen hoeven maken. Hij adviseert wel om goed water mee te nemen en iets warms. Want het zou zomaar kunnen zijn dat de bus er wel langer over doet. Nou, die inschatting had ik eerlijk gezegd zelf ook al gemaakt. Maar lawinegevaar in het gebied waar wij gaan lijkt mee te vallen. En we moeten het gewoon per dag aankijken. Gisteravond, dat las ik pas vanochtend, kwam er ook een mail van de reisleiding. En met een beetje hetzelfde verhaal. Van de reis er naartoe zal langer duren waarschijnlijk. Het skiën, het zal misschien anders zijn als andere jaren. Dat er gekozen wordt om op bepaalde pistes wel en op bepaalde pistes niet te skiën. En dat misschien nog wel in de week ook weer wisselt. Maar dat we er het beste van gaan maken. En ik denk dat dat een goed idee is. Gezellig wordt het toch wel. Daar ben ik van overtuigd. Met de club waarmee we gaan. En ja, je kan niet meer doen als afwachten. En er het beste van maken. Dus dat gaan we dan ook doen. Dat moment dat je denkt, nou, ik ben maar even weg. Dus ik neem mijn camera niet mee. En het nu al bijna 12:00 is. De macro had het niet, want die heeft het niet standaard in zijn assortiment blijkbaar. Blijkbaar heb ik de vorige keer dat ik het daar kocht gewoon mazzel gehad. Toen ben ik nog even naar een andere winkel gereden. Daar hadden ze het gelukkig wel. Dus ik heb een ski bully extra mee. En ik heb mijn medicijnen opgehaald bij de apotheek. Moet ik altijd zo om lachen. Als ik daar mijn medicijnen ga ophalen, dan zeggen ze altijd van...
Eén momentje alsjeblieft. Ik ga het even voor klaarmaken. En dan zie ik daar altijd, heb ik altijd hele visioenen in mijn hoofd van een grote ketel die daar dan ergens achter staat. Waar ze dat allemaal in mengen en daar pilletjes van maken of zo. Ik vind dat het zo maf gehoor. Ik ga het even voor klaarmaken. Maar goed. Nu ga ik even lunchen. Het is 12 uur. En dan, vanmiddag eventjes verder inpakken. Ik weet nog niet of ik vandaag naar de Hoogvliet ga of dat ik het ook morgen doe, maar dat zie ik wel. Maar ik ga eerst even eten, want ik heb trek. Mijn ouders zijn uit eten vanavond met de klaverjasvereniging waar ze op zitten. En mijn moeder die heeft heerlijke pilaf gemaakt van de week. Dus ik heb een restje gekregen, super lekker. En wil je nou een recept van pilaf, dan moet je even op het kanaal van Vraag het Suus kijken, want die maakt ook heerlijke pilaf. Alleen wel anders, want mijn moeder doet er pindakaas in. En wij waren in de veronderstelling dat dat zo hoort. Maar in zusterrecepten zit het niet. En ik heb meerdere recepten gevonden waar het niet in zit. Maar met is het ook heel erg lekker. Zo, ik ben weer thuis. Mijn nagels zijn weer gedaan. Het is dit geworden. Beetje blauw-groenig en rosé-goud. En dan deze twee zitten en de rest het rosé goud. Helemaal mooi. Mijn nagels zijn er in ieder geval klaar voor. En daarmee ga ik ook deze vlog afsluiten. Want ik ga hem editen vandaag en morgenochtend. En hem inplannen voordat ik wegga. Jullie gaan deze natuurlijk zien als ik weg ben. Dus ik moet hem al wel af hebben voor die tijd. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke vlog? Doe dan je duim omhoog. En ik wens jullie een fijne dag of een fijne nacht. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Tot dan!